dan gaan we overslaan. Mooi. We zijn weer terug, dames en heren. Zo, we gaan vandaag Amsterdam tegen Utrecht spelen. FC Utrecht. De thuisploeg verschijnt vandaag dus aan de middenstand. Ik ben de beste Utrecht van de en zij is Ajax. Ja, ik denk dat de trainer weet dat een betrouwbare defensie aan de basis staat van succes. Kijk, als het achterin goed staat, wordt het veel makkelijker om wedstrijden te winnen. En dit is de formatie. Oh nee, wat ben je? Vandaag beginnen ze in een 4-3-3 opstelling. Met deze formatie stapt FC Utrecht het veld op. Ze beginnen vandaag in een 4-4-2 opstelling in Ruit. Ik schiet gewoon alweer naar mijn eigen doelpunt. Kom op. Mooi doorgekopt hoor. Mooi hakje. Daar gaat hij. Wat een vaart. Oh. Achter en een hoekschop. Geen doeltrap. Shit. Schammer. Jammer. Alright, corner. Schiet. Ja, schiet. Ja, dit gaat goed. Oh. Helaas. Snoepen ze niks bij. Die bal is nog een tegenpartij. Balbezit verspeeld. Passen. Nee. Tussendoor. Ik steun van een medespeler, dus hij kan de bal. Ja, schiet hem uit. Wat een sukkel. Ik wist niet dat ik de bal had. Wat een sukkel. Oh jee. Voor het doel. Kom. Oh. Jammer. Voor. Shit. Klaassen, daar gaat hij bijna onderuit, maar weet zich toch op de been te houden. Nee. Oh, schoen ik het tegen jou aan. Dan ben je Engels. Nee, niet uit. Wel uit. Ja. Gaat hij voor eigen succes of speelt hij af? Fuck. Ik had hem eerder erin moeten schieten. Had jij niet uitgeschoten? Nee, jij. Alweer. Maar ik zie dat niet, dat ik de bal heb. Kom op! Jij valt gewoon. Wat is gevaarlijk? Ajax zit er niet meer aan en mag ingooien. Het is goed, jij uit. Kijken. Die bal. Nee! Yeah! Mooi! Ja, en nu? Ja, 1-0! 1-0! Mooi! En wat doet hij dat toch mooi? Geen brute kracht, maar gewoon. Bam! Ja, geweldig gedaan. Heel bewust afgemaakt. Ah, oh, geweldig. Mooi! Schiet. Ja, kent. Doe rustig. Ja, pak die fucking. Ja, maar mijn poppetje pakt die bal niet. Domme kind. Op rotte jij. Hier met die bal, jongen. Oh! Ga je teruglopen. En Ajax is weg. Aha, over. Ik zie ook dat over is. En met deze treffer kwamen ze een doelpunt voor. De speler krijgt de bal in de 16 aangespeeld en plaatst hem in de rechter kruising. Ja. Maar jij schoot. Nou!
Amsterdam Arena heeft vooral in de beginfase nogal wat kritiek te verduren gehad. De stiek zou niet deuren. En waren wel wat problemen met de grasmat. Ja, en nu? Ja, dat is goed. Hij heeft... ik heb een goede keeper. Jij gooit mij op de grond, wat doe je? Nee, Evil. Niet waar, ik drukte op een kruisje. Ja, Evil. Ik drukte niet. Maar ik heb lekker ingegooid. Jij bent echt irritant. Wat? Je speelt echt fucking vast. Ik kom altijd maar twee man op één persoon af. Ja, dan moet je maar niet zien. Irritant. Zwitsen, ga je daar even onderuit lappen? Wie speelt hier nu vals? Jij! Oh, ik heb het al. Nou, dat is een mooie plek voor een vrije trap. De bal ligt er prima voor. Oh, je krijgt een gele kaart! Waarom dat? Ik heb je ineens laten vallen! Ik heb je niet eens laten vallen. Dit is echt een poeltje. Oma, fuck. Schiet. Doe rustig, je kunt toch zien dat ik al bezig ben, hè? Dat ziet er kansrijk uit. Gaat die bonus? Ja, en een beetje heel erg vandaag. Ja. Oh. Oh nee! Wat was dat dan? En wat wordt daar goed gedaan? Fuck! Je schiet er maar wat uit, sukkel. Sukkel, ik ben zo. Ja, gooien. Ja, jij moet gooien, dan moet je niet meer gaan schudden. Jij, speelt hij de bal af of gaat hij alleen door? Haller! Oh! Kom terug. Bal gaat. Oh, speelt hem achter de lijn. En de beelden maken wel duidelijk. Wat heb ik nu weer gedaan? Goed gezien. Nee. De reactie komt echt niet door de beugel. Helemaal niks, schiet die bal. Doe rustig, je kunt toch zien dat ik bezig ben. Wat doe jij? Slim onderscheid. Dank je. Die passeert niet zomaar. Haller. Ja. Schiet ze alweer de bal uit, echt. Ja, dan moet je achter die bal aanrennen. Nu nee, jij ziet hem dit dus echt kneusje. Hier zien we die redding weer, Juri. En het was een best schot, maar de keeper stond goed op te letten. Mooie redding. Goed gezien, zeg. En ik heb alweer de bal. Ik weet dat hij moest doen om die bal te onderscheppen. Ludwig. Kan voorzetten. Hij neemt hem. Oh. De bal loopt over de achterlijn. Hoekschop dus. Alweer zo. De bal wordt naar voren gewerkt. Dit is gooi. Wat de paas wordt eruit gehaald, de paal voorbij. Ja, maar ik kon die poppetjes er net niet spelen. Terwijl die die bal hadden. Oké, de eerste helft zit erop. We gaan meteen door met de tweede helft. We hebben weer afgetrapt voor de tweede helft. Ben benieuwd wat die ons terugkomt. Waarom val jij niet? Geen probleem. Ja, schiet er naar je eigen goal toe. Ja, nu heb je mijn corner gegeven. Maar ik schoot toch niet naar mijn corner. Ja, man. Nog een keer corner.
alweer voor jou, hè? Maar waarom kon ik niet kiezen welke club ik was? Dat ik een andere wedstrijd heb gestart. Maar dat is eigenlijk... Oh! Wat doet mijn keeper? Wat doet hij? Kijk. Wat doet hij? Dit is echt niet oké. Wat doet hij? Hij staat daar gewoon. Kijk hem staan daar. Hij doet gewoon letterlijk niks. Hij kijkt zo en blijft gewoon staan. 2-0. Parasite. De verdediger steekt aan. Keren was weer te lang wachten. Nice. Schoot jij die uit? Nee. Ja, juist. Ja, verkeerd knopje. Ja, gooi in. Is dat een goal nog? Ja. Oh, yes, nice. Bal vanaf de buitenkant. Zijn koppen, yeah! Mooi kopgoaltje. Yeah. Stommetje van mij, ja. Taaar! Weinig aan te doen voor de doel. Voorzetje. Een goede kop al levert. Dit is zo'n kopsterke speler. Hij springt nu tenminste. Je wil gewoon nu zien hoe je afgereikt wordt, hè? Ja, schiet! Ja, nee, maar dit. Ja, altijd als jij een bal verliest, vind je nooit eerlijk. Veel te veel ruimte, maar wordt niet meteen afgestraft, want hij mist. Ja, dat moeten ze niet nog een keer doen, want dan zit hij er wel in. Ja, dit gaat goed. Nou. Die ging gewoon erin. Mijn knieën. Is nog eens rendement, Jury. Zijn derde doelpunt en verdient ook nog. Kijk. Ja, man van de wedstrijd. Ik ben echt slecht. Deze twee teams zijn duidelijk niet van hetzelfde kaliber. 4-0. Doe rustig, je moet niet de hele tijd geen schiet gaan doen. Wat, wat doe jij? Dan krijg jij lekker een geen kaart. Nee, ik krijg geen kaart. Oh jawel, geen kaart. Ik zeg het. Een smerige overtreding. En ik denk dat Gijs gelijk heeft. Oké. Nee, ik dacht. Klaassen. Van der Hoorn. Ja, hallo! Bal kwijt. Zien of de tegenstander er wat mee kan. Oh, je keeper heeft ook eens een keer een bal vast. Kind. Ik heb nog niet eens bij Jankie geprobeerd, dus Cora. Jankie heeft nog geen bal van mij vastgehouden. Dus je moet maar niet gaan zeuren. Ja, omdat je nog niet bij mijn helft bent geweest. Wel waar, ik schiet de hele tijd boven. Ja. Dan ben ik echt wel op je helft geweest, hoor. Kijk, mijn keeper springt tenminste. Die van jou zijn bedoel. Wat doe ik? Nee, dus echt. Gaat hij daar ook nog met zijn fucking camera zo? Moet je de goal zien? Ja, ik zie het toch al. Ik heb hem net toch ook gezien. Mijn eigen fucking poppetje rent erin. Saar. Ja, welk idioot springt zo? Ik vrees dat deze wedstrijd al. 5-0 al. 5-0. Je gaat echt zo verliezen. En ik heb de bal weer. Sloeg. De supporters hebben zich er kennelijk beneden. Oh, ik heb de bal.
Wie speelt hij nu oneerlijk? Komt met zijn tweetjes op iemand af? Ja, jij? Ook al, mag je ook eens een keertje scoren. Ja, dan ren ook niet weg. Kom maar, ik ga er wel voor je naartoe. Nee, ik wil zelf scoren. Ja, je pakt de bal. Hij is in het strafschopgebied. Grote kans hoor. Knap hoor, zoals... Ja, maar jij... Wat doe jij? Jij pakt de bal. Ja, en nu? Hij redt... Wat een kutkeeper heb jij. Ik ga je keeper tackelen. Laat me dan ook scoren. Ja, die kans is nu voorbij. Ja. Die keeper doet dat in mijn zoen. De doelman is goed bij de les en kan de bal makkelijk pakken. Geen probleem voor de keeper. Fucking oneerlijk, man. Ja, schiet. Hallo, jij bent. Nee, dat ben jij, sukkel. Oh. Maar jij hebt zwarte shirtjes aan. Ja, maar een keeper... Weet ik veel dat ik dat was? Ik was niet aan het opletten! Ik ga maar met mijn keeper naar voren rennen, want je bent inderdaad niet aan het opletten. Wat hebben ze die keeper gevoerd? Oh nee, shit! Jij tackelt mij ziek hard. Jij tackelde mij gewoon. Kunnen. Let nu op! Let nu op! Daar, die kun je krijgen van. Ja, loop je weer met de bal uit. Loop je weer met de bal uit. Dat interesseert me helemaal niks op deze tijd uitschiet. Bepaald niet aan elkaar gewaagd zijn. En ik kan met je ook een keer scoren. Ja, kom maar. Ik ben toch al onderweg. Ja, pak die bal. Ja. Rondje. Ja, doe ik al de hele tijd, maar jij had de bal, hè? Sukkeltje. Ja, hier. Rondje. Ja! Nee! Schermutseling op de bal. Ja, maar ik... Ja, ja, hoor. Ik drukte heel even. Nee. Wel waar, ik deed zo. Ja. En dan, als ik twee keer druk, telt dat dus niet. Jawel, tuurlijk wel. Ik stop. Hoi. Ik kan me niet eens. Waarom kan ik? Oh, dat opstaan duurde echt lang. Mijn enkel missen. Ik ben moe. Ik ben moe. Oh. Spin nu. Spin nu. Kunt toch alles. Right. Ja, wat doe jij? Nu krijg jij mijn gele kaart, hè? De scheidsrechter trekt. Jij speelt niet sportief. Ja, jij hebt ook al een gele kaart. Ja. Eentje wel. Kent, je kan toch zien dat dat ding aan bezig is, hè? Dat was de wedstrijd! Ja, een hele domme wedstrijd. Als jullie dit een leuk potje vonden en jullie willen meer, dan ram keihard op die like button. En als jullie het nog niet gedaan hebben, dan ram op die abonneerknop. Abonneer ook op mij. Ja, wat is je kanaal? Girl Gaming, zet je linkje in de beschrijving. Ja, deze keer. Oké, dus doe een duimpje omhoog. En abonneer. Doei doei.